Schuif allemaal aan voor het grappigste en snelste ontbijt van deze villa. Helaas alweer voor de laatste keer gaat Tampi ook vandaag op bezoek bij bekende en onbekende Nederlanders. De vragen van vandaag gaan, hoe kan het ook anders, over eten. Kijk mee naar een zip-zip aflevering van Oyayo. Zo, ik zit helemaal onder, joh. Gadverdij. Zo, ik zit zelfs aan mijn lolly. Dat is ook zonde. Wat is uw lievelingseten? Of heeft u dat niet, lievelingseten? Ja, ik vind Japans eten heel lekker. Ken je dat, sushi? Ja, dan moet je op je knieën zitten en je schoenen uittrekken. Ja. Dan ga ik niet met mijn vader. Dan ga ik niet met mijn vader. Want heeft hij stinkvoeten? Zweetkakken. Hij heeft zweetkakken. Ik zit hier naast Joop Braakhekke, de beroemdste kok van Nederland. Hoe heet u? Joop Braakhekke, dat zei u toch al? Je mag wat? Ik mag jij zeggen. Nou, dan zeg ik jij. Dan zeg ik u. Het is wel een beetje een gekke naam, hè, voor een kok. Braakhekke. Is uw artiestennaam dat? Dat is mijn echte naam. Ja, ik weet niet. Het is de Achterhoekse naam. U bedoelt die hoek daarachter? Ja. Oh ja, joh. Ja, precies. Moet u een likkie? Nee. Moet je als kok wel eens iets koken dat je denkt van... Dat komt bijna nooit voor. Er is dus ook niets wat u vies vindt? Nou, ingewanden. Ingewanden? De liefde van de man, die gaat door de maag. Wat het betekent? Ja, dan wil iemand graag bij je zijn als je lekker koken kan. Ja, ja. Ja. Weet u misschien waar de liefde van de vrouw dan doorheen gaat? Ja, ook door de maag, via de tong. Dus eten is het allerbelangrijkste. Ja. En elkaar aankijken, zoals jij mij nu aankijkt. Hebben wel eens een haar in hun soep. En ik heb zelfs een keertje soep in mijn haar gehad. Dat kan niet, want daarvoor dragen wij die mutsen. Als je nog haar hebt. Hoezo? Zijn de meeste koks kaal dan? Nee, maar er zijn wel kale koks. Vond u vroeger alles lekker? Ik heb altijd alles lekker gevonden, maar mijn moeder kon heel goed koken. Heeft u het koken van uw moeder geleerd? Van mijn moeder. Bent u niet naar de school geweest? Ja, op zo'n hogere school. Hoe hoog was die school dan? Had u dan geen hoogtevrees? Als u zou aanspoelen op een onbewoond eiland zonder eten, zou u dan uw eigen arm of been opeten? Nou. Of liever die van iemand anders? Nou, dat vind ik een hele rare vraag. Ja, dat zei ik al. Dacht, laat ik eens een rare vraag bedenken. Dan slaan we hem gewoon over. Heeft u nou meer chance omdat u zo lekker kan koken? Ik kook niet om chance te krijgen, ik kook om lekker te eten. Of u chance om te koken? Maakt mij toch niks uit! Auw! Als Rosie ligt te slapen, waar mogen ze u dan mee wakker maken zonder dat uw eigen meubilair helemaal kort en klein slaat? Met een bamihapje. Gewoon zo uit de muur. Iets van het centraal station. En dat ze dan wakker maken met een enorme bamihap met een klodde mayonaise erop. En dat ze dan wakker maken, Power is wakker. Ja? En dan ruik ik die heerlijke geur van bami naast mijn bed met zo'n klodde mayonaise. Dat zou je me voor wakker kunnen maken. Heeft u wel eens een foto?
voor zijn bak is geslagen. Zeg maar, ken je deze? Dat is een broertje van deze. Nooit gedaan. Wordt u vaak gefotografeerd, wanneer u het niet wil? In Artis wordt er vaker gefotografeerd. Maar slaat dat nou? Wat heb je dat nou mee te maken? Ik ook niet, maar ik vind het klinkt goed. Artis. Waar, Artis? Hier, ten Artis in Amsterdam. Ik ken helemaal geen art. Wil ik niet? Nee. Nee, dat dacht ik wel. Ik ga echt even kleine meisjes lollies aannemen. Hoe komt het dat meisjes veel leuker zijn dan jongens? Hoe komt dat nou? Hoe komt dat? Hallo, ik was al niet klaar. Hoe komt dat? Ik vind meisjes ook heel leuk, maar ik vind jongens ook heel leuk. Ik heb helemaal geen mening over. Heeft u meer chance sinds u beroemd bent? Sinds u wat vaker op televisie komt met uw hoofd? Nee, ik heb niet meer chance. Het erge is dat ik het ook helemaal niet merk. Zijn ervoor dat jij bij mij chance? Ik zou het geen eens in je ogen kunnen zien. Nee, maar dat komt ergens anders door. Je moet het ook accepteren. Je hebt één oog. Het kan toch wel weer open gaan? Open? Het is de hele tijd open. Ja, kijk dan. Het is lui. Het is helemaal niet lijn. Wat is het dan voor oog? Gewoon. Eén van mijn twee ogen. Algemeen fonds. Sla de volgende vraag over. Zie ik er goed uit? Bestaan er ook gerechten die gemaakt zijn van poep en pies? Die heb ik niet verzonnen, die vraag. Vind ik een hele vieze vraag. Ja. Nee hoor, nee. Nou, er is wel een kaas. Mm-hmm. En die rijpt op stro waar paardenpies overheen is gegaan. En dat is heel lekker, die kaas. Zou je toch graag van tevoren willen weten? Je krijgt het niet te weten. U wil ook niet zeggen hoe die kaas heet dan? Nee. Heeft u het ook niet een beetje verzonnen dan? Nee. Wou u dat zeggen? Bent u wel eens voor uw bakkers geslagen omdat het eten niet lekker was? Ze hebben me wel eens flink tegen mijn enkels getrapt. Hoeveel kilo weegt u? 100 kilo. Warm. Heeft u even de tijd? Ja. Wat vindt u nou het aller... Ja, dat zei ik toch? Ja. Maar u had de tijd. Maar u... Aller, mag ik even mijn vraag uitstellen? Aller, lekkerste? Een gehaktbal. Een gehaktbal? Gewone gehaktbal. Dat verwacht je ook niet. Maar het moet wel een lekkere gehaktbal zijn. Geen broodbal. Nee, gehaktbal, ja. Ik doe er een klein beetje geweekt witte broodkraam in. Weekte Brit. Ja, anders wordt het zo'n die sport? Kaatsenballen, tennisballen, pingpongen, voetballen, volleyballen, basketballen, ik weet niet. Mag ik met u op de foto, alsof ik een heel lekker kippetje ben? Kijk dan, alsof ik een lekker kippetje ben, als ik ja zeg. 1, 2, ja. Ja, dank u wel, meneer Braakhek. Zeg maar kookgek. Kookgek! Als je mocht kiezen, wat zou je dan elke dag voor je ontbijt eten? Ontbijtkoek. Ontbijtkoek, ja. Wat is uw lievelingseten? Dat u zegt van nou, pannenkoeken. Als ik lekker lig te slapen, ze maken me wakker. En spek. En appel. Dan krijg ik dat eten dan... Pannenkoeken met stroop. Pannenkoeken met stroop. Ja. Dus pannenkoeken. Ja, pannenkoeken. Lekker simpel. Ja. Lekker Hollands. Ja. Dan hoeft Isa Hoes niet erg veel moeite te doen om je wakker te maken. Gewoon een paar pannenkoeken bakken. ik bedoel, dan hoef je... Zeg dat dan, man. Nou, ik ben weer bij Annette Colot de Scree. Nee. Bij Annette... Nee. En ik ga er dit keer wat vragen over eten. Kan u mij op een zo psychologisch mogelijke manier uitleggen waarom er altijd zo'n heisa wordt gemaakt over zoiets onbelangrijks als eten? Eten, waarom wordt er nou zo'n heisa over gemaakt? Over eten, waarom? Eten is helemaal niet onbelangrijk. Eten is ontzettend belangrijk. Kinderen die heel slecht eten is ongeveer een van de allerbelangrijkste dingen waar moeders zich verschrikkelijk zorgen over maken. Oh, nou, dat wist ik niet. Heel weinig kinderen. Lucky? Nee, dankjewel. Maar er zijn heel weinig kinderen die uiteindelijk eigenlijk echt te weinig eten. Natuurlijk is het wel zo dat als je alleen van lollies gaat leven, dat het niet goed gaat. Weet je dat de eerste 4 jaar van je leven je hersens nog heel erg veel moeten groeien?
kind niet. Dat maakt toch nog niet zoveel uit dan? Volgens mij heb je dan nog niet eens tanden als je vier bent. Door niet te eten kun je al heel erg de baas spelen in huis. Door niet te eten kan je de baas spelen. Ah ja, die zal ik onthouden, denk ik. Denk ik? Dank u wel. Dank u wel. Nieuw! Oh! Ah! Oh! Zo, ik ga nou aan opa van 75 vragen hoe ze dat vroeger allemaal deden, dat eten. Ik noem een paar dingen noem ik op. Had je die dingen toen u 10 was? Patat? Nee. Slagroomtaart? Ja. Ja? Ja. En spruitjes had je die toen? Ja, spruitjes, heerlijk. Lekker bekkies, de van die visjes? Nee. De visboer kwam altijd langs op een driewieler. Op een driewieler? Ja. Hoe oud was die visboer dan? 5 of 4? Nee, hij was een oude. Nee, een oude. Die kwam uit Huizen. Piet heette niet. Piet de visboer? Ja. Op zijn driewieler. Ja, leuk hè? Had je die ook vroeger? Lollies ja, ook? Lollies waren. Willekie, Willekie. Dat is het kauwgompje. Oh, kauwgom is niet goed voor je tanden. Maakt me mij toch niet zoveel meer uit. Je bent nog jong. Moet je op je gebit letten voor later. Niet te veel kauwgom. Want dat gooien ze ook allemaal op straat nu. Kijk maar bij de bushalte. Ik slik al het kauwgompje door. Nee, dat kan niet. Dan raak je verstopt van binnen. Nee, man. Ja. Moet eruit. Poep, gewoon weer uit. Ja. Kijk, nou hoor. Huh? Wij deden de kauwgom aan de onderkant van onze schoenen. Tussen de onderkant van je schoen? Ja. Toch hetzelfde? Tussen de hak en de zool. Maar ja, met die gekke schoenen van tegenwoordig. Ik heb alleen maar een hak onder mijn schoen. Of alleen maar een zool, maar geen hak en een zool. Nee? Ik niet, hè? Ik niet. Kun je ook geen kauwgom stoppen dan? Nee, die slik ik door. Poep ik daar gewoon weer uit. Dat lukt niet, dan moet je naar de dokter. Ga ik het nu even doen. Gezond leven, niet roken, zorg dat je goed eet. Dus niet al die vette dingen, die snacks uit de muur of bij de frietenkraam. En lollies, hè, al die zoete dingen. Hoezo? Wat is er dan mis met zo'n lolly? Het is allemaal suiker. Ja? Dan krijg je te veel suiker in je bloed. En dan? Dan kan je niet goed meer zien. Op een gegeven moment. Niet goed meer zien? Komt dat door die lollies? Als je heel veel lollies eet, ik weet niet hoeveel jij er eet. Maar niet. 20 of zo? 20 per dag. Dat is behoorlijk veel. 25? Ik heb een beetje geminderd. Ik zat eerst op 40 lollies per dag. Oh, dat gaat dan al een stuk beter. Nou, suiker is niet goed. Chippies als je aan de tv kijken bent. Het zit allemaal zout in, het is allemaal vettig. Zit er wel iets in wat goed is? Want ik bedoel, Je mag wel af en toe een chippy, maar... Hé, chippy, zit ik naar een film te kijken, zeg ik... Hé, ma, kom ze eraan, zeg, hier, heb je een chippy? Eén chippy is ook wel weinig. Ja. Ja. Moet ik die lolly uitmaken? Heeft u er last van? Nee. Wat vindt u van uzelf uw allervervelendste eigenschap? En niet liegen, hè? Dat ik soms, ja, hallo, kom maar. Dat ik soms niet kan luisteren naar mensen. Heeft u dat van andere mensen gehoord, of? Niet zo lang, als jij zo met me aan praat, dan heb ik na 3 minuten... Als jij een vriendin van mij zou zijn. Mm-hmm. Maar dan, als we dan met elkaar zouden praten, zou ik binnen 3 minuten afgeleid zijn. Dan denk je van, nou, ik moet nog vuilniszakken buiten zitten. Ik moet de hond nog uitlaten, wat ga ik vanavond eten? Komt dat dan door uzelf? Komt door mezelf. Dat vindt u belangrijk? Ja. Dat is een hele slechte eigenschap. Ja, eigenlijk is het wel ongeveer denk ik de aller slechtste eigenschap die maar iemand op deze hele aardkloot kan hebben. Heb je wel eens een andere pleister of een andere brillenglas gehad? Deze vraag telt niet, oké? Zo, nou, ik zit weer bij de dokter. Ik heb weer een vraagje. Weet u wat ik nou zo jammer vind? Elke keer wanneer ik zo'n lekker gebakje eet, als er iemand jarig is met slagroom erop en kerstjes en een stukje chocola. En dan eet ik het op. En een dag later kijk ik in de pot en is het veranderd in zo'n vies, vuile, stinkend
Nou is het echt niet leuk meer. Nou moet je weggaan. Nou is het afgelopen. Oh ja, dokter? Ja. Oh ja, joh? Nou is het goed. Oh ja, joh? Donder nou maar op. Oh ja, joh? Ja, ga nou maar weg. Sorry. Oh ja, joh? Oh. Oh ja, joh? Maakt mij niet uit. Dit was voorlopig even de laatste aflevering van Oh ja, joh?